De logopedist is toch degene die breed opgeleid is voor... Dus het gaat over kinderen en over ouderen en over stotteren en over heel veel onderwerpen. Logopedist is toch iets, ja, dat is toch gewoon wat lichamelijker. Ik werk als wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van spraak, taal en gehoor aan de Radboud Universiteit. Mijn specialisatie is dan de meertalige kinderen en de kinderen met een andere culturele achtergrond. Nou ja, zuigen en slikken staat natuurlijk aan de basis van de ontwikkeling van je mondfuncties. De hoge spreeksnelheid is het kenmerk van Brodden. We proberen daar de kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren op spraak- en taalproblematiek. Standaard. Dit is logopedie. Niet wat wij verzinnen, maar dit is wat internationaal ons vak is. Nederland als klein land doet op Europees niveau heel goed mee. En VLF biedt alle inspraak natuurlijk aan hun leden. Wij scholen alle peuterspeelzaalleiders en kinderdagverblijfleidsters in het signaleren van spraaktaalproblemen. We hebben elk jaar een landelijk congres. Zangers die opeens stembandknobbels hebben of wat dan ook, ja, dat is publiciteit voor logopedie. We hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld en laten onderzoeken wat nou het effect is van die logopedische behandeling en die vroege testen en wat eruit komt. Met name dat vroeg signaleren is zo belangrijk. Jarenlang begonnen we eigenlijk met onze activiteiten in het basisonderwijs en dan merk je dat je te laat bent. Dan kom je kinderen tegen op vijfjarige leeftijd met ernstige spraaktaalproblemen. Daar wordt flink op bezuinigd in Nederland. Dat is al heel lang aan de gang. En daar zijn we nu ook mee bezig samen met de MVLF. Bezuinigingen zijn een continue dreiging. We zitten er bovenop. We zitten bij het ministerie, we zitten bij de Nederlandse zorgautoriteiten. Dit is ons vak en daar blijf je af. Als jij iets doet wat misschien wel geld kost, maar aan de andere kant ook misschien meer oplevert dan dat het kost. Kort gezegd komt het erop neer dat elke euro die je investeert in logopedie, die levert de maatschappij weer 3 euro op. Dat komt hoofdzakelijk vandaan van minder instroom in het speciaal onderwijs. En die mindere instroom is maar liefst 30%. En dat nog los van het feit dat je de kinderen eigenlijk de maatschappelijke plicht hebt om die op te voeden op zo'n manier dat ze goed in de maatschappij kunnen functioneren. Ik denk dat de opleidingen een belangrijke taak gaan krijgen in Nederland om zeg maar, de kern te worden van onderzoek en innovatie in het onderwijs. Ik denk dat het over 5 jaar bij alle opleidingen heel logisch is dat je praktijkgericht onderzoek binnen de logopedie doet. Nog meer wetenschappelijk onderzoek. Evidence-based praktijken. Zorg moet zoveel mogelijk evidence-based. Voor onszelf is dat best practice. Dat het ook bewezen is dat helpt wat jij doet. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je kan aantonen dat wat je doet, dat ook werkt. Er komt steeds meer technologie in de logopedie. De e-health of de behandeling met meer automatisering. Gebruik van internet en computers bij allerlei nieuwe therapieën. Skype, maar ook MSN gebruiken. Videoconferencing of e-mail. Kan heel eenvoudig via smartphones. Gebruik maken van social media om dat efficiënter te doen. Dat is wel waar je in de toekomst gebruik van moet maken van die middelen om het kosteneffectief te houden. Maar zodra natuurlijk echt ernstiger problemen ontstaan, dan blijft de therapeut natuurlijk van levensbelang. We hebben natuurlijk wel de kennis van die anatomie. Ik denk dat iedereen die met kinderen werkt, in alle werkvelden, zich realiseert dat als er spraaktaalproblemen zijn, dat daar logopedisten bij betrokken moeten zijn. Over 10 jaar, daar ben ik van overtuigd dat de vereniging er sterker voor staat, nog meer leden en veel bekender in Nederland dan nu. Het is een ontzettend ingewikkeld en mooi vak. Dat ze dus ons erbij kunnen halen, want ik zit altijd achter de computer. Dus als ze er niet zijn, even een mailtje. En met name het evidence-based werken, daar gaan we allemaal op. Dat moet gaan. Om politici duidelijk te maken wat het belang is van logopedie. Of logopedist, dat het ook bewezen is dat het helpt wat jij doet. En ja, maar altijd daarnaast inhoudelijk van die kennis verspreiden. Als je dat echt zo in een onderzoek doet, dan heb je natuurlijk heel veel contact met die arts. Kijk dan naar onze collega's. Ook een nieuwe dingen te horen. Ik word er ook blij mee te doen. Dat is toch net weer een beetje anders dan wat wij in Amsterdam doen. We zijn geïnteresseerd in wat je met de mond allemaal kunt doen.